En ik had ook geoefend, want ik was daarvoor bij de bakker geweest. En ik kwam binnen. Ik zeg zo, hallo bakker. En hij zegt zo, hallo meneer, kan ik u helpen? Ik zeg, wat? Kan ik jou helpen? Snap je? Direct die macht terugpakken. Ja. En hij zegt, nee meneer, ik bedoel, wat wilt u hebben? Ik zeg, oh, dat klinkt inderdaad al een stuk vriendelijk, hè? Ik zeg, doe maar een appelflap. Ik zeg, maar, zonder de hoeken. Ik zeg, ik hoef geen hoeken op mijn appelflap. Ja, ik zeg, knip die hoeken er maar af. Ik zeg, nee, ik ben er klaar mee dat die eerste hap en die laatste hap, dat er geen appel in zit. Ja, dus of je smeert die appel goed uit in die flap. Ja, je propt die appel, die hoeken in, tot die hele flap gewoon chockvol zit met appel. Of je knipt die hoeken eraf. Ja, en ik kreeg het. Ik kreeg een appelflap zonder de hoeken. Het was fantastisch. Ik kwam zo goed voor mezelf op. Ik liep naar buiten. De zon scheen in mijn gezicht. Ik pakte die appelflap. Ik nam een hap. Dat ding knijpt fijn. Mijn hele shirt onder de shit. Maar daar leer je weer van. Ja, dus nu weet ik, oh, je moet hem maar aan één kant afknippen. En dan niet aan de andere kant beginnen te eten.